Het is vandaag. Jezus. Het is vandaag dinsdag 28 april. En het is vandaag echt belabberd weer. Volgens mij wordt heel de week zulk weer. Ik hoop dat er eventjes een dag komt dat het lekker weer is. Want Rosa en ik wilden afspreken en eventjes wat foto's maken. Dus ik hoop dat dat deze week gewoon kan. Maar het is nu dus ochtend. En ik ga vandaag eigenlijk heel de dag niks doen. Behalve een beetje sporten in mijn kamer. Want normaal doen we dat in de tuin. Of anders, dat heb ik ook al een week niet gedaan. En dat wil ik er eventjes oppakken. Het gezonde eten en het sporten. Want ja, dat dwaalde een beetje af. Dus dat ga ik weer oppakken. Beginnen vandaag. Dus er ligt hier een sportmatje. Maar dat ga ik nu nog niet doen. Ik ga zo meteen eerst even lekker ontbijten. Het is nu 11:30. En ik werd echt pas om 10 uur wakker. Dus ik heb nog heel lang in bed gelegen. Ik moest nog een thumbnail maken voor de vlog die zo meteen online komt. Dus dat heb ik ook net gedaan. En als het goed is, komt vandaag Emiel's verjaarscadeautje binnen. Want hij is maandag jarig, 4 mei. En ik heb Jeezy's voor hem gekocht. Dus die komen als het goed is vandaag binnen ook. Dus die zal ik ook wel laten zien. Komt als het goed is ook een pakje van de Zara binnen. Xenos. Weer van alles en nog wat dus. Dus ja, ik ben echt zo blij trouwens met mijn nagels. En ik vind nu op zich mijn zelfbruin dat ik het wel zie. Nu vind ik, ja, op de camera zie ik het niet echt. Ja, ik weet niet. Maar ik vind nu in het echt vind ik het wel mooi. Kijk, zo zie je het wel een beetje. Ik heb eventjes wat ontbijten gemaakt. 2 gekookte eitjes met zout. Dat ga ik eventjes opeten. En ik zei natuurlijk net dat Milan's schoenen vandaag binnen zouden komen. Alleen, ik kijk net op de PostNL app en daar staat dat ze nu dus morgen binnenkomen. Dus dat is een beetje jammer, want Miel is vandaag niet hier. En ik wilde ze eigenlijk dus verstoppen, zodat hij ze niet kon vinden. En morgen is die er wel gewoon. Maar ja, maar dat maakt niet uit. Er komt als het goed is wel vandaag een pakketje van de Zara. Daar staat dat hij nu wel van onderweg is. En ik moet vandaag eventjes een pakketje op de post doen voor United Wardrobe. Want daar heb ik weer wat verkocht. Een blusje van de Zara. Dus, maar ik ga nu eerst eventjes lekker mijn eitje opeten. Lekker goede tijden kijken. En ik denk dat ik vandaag een soort van mini glow-up ga doen. Ik ga lekker mijn wenkbrauwen harsen en verven en doen. Gisteren heb ik natuurlijk zelf bruiner op gedaan. En mijn haar gewassen en zo. En ja, ik denk dat ik daar vandaag lekker mee verder ga. Maar dan met een, ja. Oh, en mijn bovenlip even harsen. Want het lijkt net of ik een snor heb door die zelfbruiner. En ik heb gisteren natuurlijk mijn nagels gedaan. Dus we gaan de glow-up eventjes verder afmaken. Ik wil dus heel erg graag een keertje zo'n 10-hour glow-up video doen. Maar dan voor een speciale gelegenheid. Dus mij leek het leuk om dat voor mijn examenuitreiking te doen. Of voor een festival of zo. Maar ik weet niet of dat dit jaar natuurlijk doorgaat. Dus misschien dat ik er dan gewoon een soort andere draai aan geef. Maar dat je dus bijvoorbeeld dan in 10 uur. Oh, mooi. Dat je dan in 10 uur jezelf helemaal klaar moet maken. Dat je dus naar de kapper gaat. Dat je nagels gaat laten doen. Dat je zieke make-up op krijgt. Outfitje gaat uitzoeken en zo. Dus ja, dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Maar daar moet ik natuurlijk wel een gelegenheid voor hebben. Want ik ga me niet helemaal lopen fliek voor shows. Voor shows. Oh my god, dat kan ik echt niet zeggen. Oké. Ik ga even goede tijden kijken. En mijn eitjes eten. Ik heb dus echt zo geen zin om uit bed te gaan. En dat pakketje op de post te doen. Maar ik wil het wel even doen eigenlijk. Ik wil gewoon lekker in bed liggen. Oh. Ik ben zo lui vandaag. Oké, planning. Ik ga nu een pakketje inpakken en eventjes op de post doen. Dan als ik terugkom ga ik lekker mijn gezicht harsen. Ja. Dan ga ik sporten en dan douchen. Ik kan wel nu gaan douchen, maar ik heb gisteravond gedoucht. En als ik dan na het sporten weer ga douchen, dan. Of nu ga douchen, dan ga sporten. Dan. Oh, kan ik net zo goed eraan gaan sporten? Douchen. Goed verhaal. Oké, ik ben terug van een pakketje op de post doen. En ik heb mijn hars nu klaargezet. Ik heb deze pot toen een keertje gekocht op de beautybeurs. Want ik doe de opleiding schoonspecialist. En toen gingen we met de klas dus naar zo'n beautybeurs. En daar heb ik deze toen gekocht. Ja, is een beetje vies, maar oké. Ja, wat kan ik hierover zeggen? Geen idee. Als je gewoon op internet intypt harspot, dan krijg je dat denk ik wel. Dit gaat nu eventjes smelten. Of ja, warm worden. Maar dan is het eigenlijk altijd te warm. Dus als het helemaal warm is, dan zet ik hem weer uit om hem ietsjes af te laten koelen. Zodat ik daarna het om mijn gezicht kan doen. Want anders is het voor je gezicht echt te heet. Dus ik ga nu eerst beginnen met het verven van mijn wenkbrauwen en wimpers. Oké, ik doe eerst eventjes mijn haar in een staart. Want vorige keer kwam er dus een plukje zo in mijn haarverf. Of in mijn wenkbrauwverf.
En toen was dat meegekleurd. Dus altijd je haar in een staart doen of iets. Oké, de dingen die ik hiervoor gebruik. Zijn dingen die ik van school heb gekregen in mijn pakket. Maar die kan je ook gewoon online kopen. Het is helemaal niet zo heel erg duur. En ik wil binnenkort ook weer eventjes een nieuwe bestellen. Want ze zijn bijna op. Mijn donkere is al op. Maar ik gebruik dus deze voor mijn wenkbrauw. Of nee, wimpers. Deze zwarte in de kleur 1. En normaal gebruik ik voor mijn wenkbrauw altijd een donkerdere. 3, de dark. Maar die is op. Dus ik gebruik nu eventjes de 3.1. En dat is de light brown. Dan heb je nog een activator ding nodig. En dat is deze oxidant. Want als je alleen die verf op je wenkbrauwen smeert of wimpers, dan werkt het niet. Je hebt die druppeltjes nodig om de verf dus te activeren. Wat ik de laatste tijd mooi vind is om alleen mijn haartjes te verven en niet de huid eronder. Dus wat ik dan doe is ik gebruik deze skin protector. Die doe ik dus op mijn wenkbrauwen eerst. Ik ga het zo allemaal laten zien. Maar zodat het niet, zodat de onderkant dus niet ook geverfd wordt. Echt alleen de haartjes. Dan gebruik ik nog dit kwastje. Deze is van de Kiko. En een bakje om de verf in te mengen. En dan wattenstaafjes en wattenschijfjes. En dan ook eigenlijk nog zo'n, ja, deze. Zo'n spoelie om je wenkbrauw mee door te kammen en zo. Ik ga even kijken wat de makkelijkste positie is. Om dit allemaal aan jullie te laten zien. Soms gebeurt het namelijk nog wel eens dat er verf op mijn nagels komt. En dat wil ik nu echt niet. Want ik heb gisteren natuurlijk mijn nagels gedaan. Maar we hebben geen handschoentjes meer dus. Wat ook echt een tip is. Als je je wenkbrauw gaat harsen of epileren en verven. Altijd eerst verven en dan pas epileren. Omdat als je geëpileerd hebt staan er je haarzakjes staan open. En als er dan verving komt kan je of van die zwarte puntjes krijgen. Of het gaat bij sommige mensen een beetje irriteren. Dus tip, altijd eerst verven en daarna pas harsen en doen. Oké, ik ga beginnen met mijn wenkbrauwen. En daar doe ik een klein beetje verf van bij. Niet te veel, want je hebt echt niet heel veel nodig. Gewoon een klein beetje. En ik begin met de donkere, of met de lichte bedoel ik. Omdat ik hetzelfde bakje ga gebruiken. En als ik nu zwart eerst doe en dan daarna er een bruine in, dan krijg je een beetje een zwart gloed doorheen. Dus dat is ook een tip. Kijk, ik heb dus maar echt een heel klein beetje gedaan. En daarbij doe ik ongeveer 4 druppeltjes van de activator. 2, 3, 4. Zo. En dat ga ik dan eventjes door elkaar mixen. En je hebt echt niet heel erg veel nodig, want ik heb echt zo vaak de fout gemaakt. Ook op school en zo, dat ik super veel maak. Maar je houdt gewoon zoveel over, omdat ja, je hebt het gewoon niet nodig. Maar oké, de verf is nu dus klaar. En dan ga ik dus aan de slag met deze. Als je ook je huid meegeverfd wil hebben, dan hoeft dit natuurlijk niet. Maar ik wil dat, ja, ik vind dat tegenwoordig niet meer zo mooi. Dus dan doe ik eerst deze crème zo helemaal door mijn wenkbrauwen heen smeren. Zoals je nu ziet, zit de crème helemaal door mijn wenkbrauwen heen. Ik doe vaak ook nog even tegen de richting in zo. En dan weer goed. En dan doe ik ook aan de andere kant gelijk. Zo, ziet er heel mooi uit. Wat ik dan wel vaak nog doe, want kijk, je ziet nu mijn wenkbrauwen zo. Maar wat ik dan vaak nog doe, is wel een beetje over die haartjes heen met een wattenstuif. Zodat er ietsjes minder van die crème zit. Maar wat er omheen zit, zeg maar, dat laat ik eigenlijk wel altijd gewoon zo zitten. En dan ga ik gewoon beginnen met het aanbrengen van de verf. Mijn wenkbrauwen laat ik altijd een beetje rond de 5 tot 10 minuutjes zitten. Mijn wimpers, wat ik zo meteen ga laten zien, laat ik echt soms gewoon een half uur zitten, zodat het lekker zwart wordt. Maar ja, bij mijn wenkbrauwen natuurlijk niet. Maar wat ik ga doen, is ik ga ze zeg maar gewoon invullen, gewoon de vorm volgen. En ja, ik zal het zo meteen wel laten zien als ik het heb gedaan. Maar om het nou te doen en zo tegelijk is een beetje lastig. Oké, nu heb ik zeg maar gewoon heel mijn wenkbrauw ermee ingevuld. Beetje de vorm gevolgd. En wat ik dan ga doen is, ik pak een wattenstaafje. En daarmee ga ik hem zeg maar sharpen. Dus echt de vorm van mijn wenkbrauw maken. Dus vooral hieronder zo strak trekken en daarboven. Zo. En dan zit hij erop. En ik heb nu natuurlijk ook die verf eromheen een beetje weggehaald. Of dat, ja, die crème eromheen weggehaald. Maar dat maakt verder niet uit. Want ja, het heeft gewoon goed zijn werk gedaan. Bijvoorbeeld hiervoor zit het wel nog. En ja, dit is gewoon de manier hoe ik het doe. En ik vind het heel erg fijn werken. En als we het op school deden bij elkaar, vonden de anderen dit ook heel erg fijn werken. En
ja, deed iedereen het eigenlijk gewoon. Dus dit is mijn tip aan jullie. En ja, ik ga nu eventjes ook de andere wenkbrauw doen. Zo. En dan zitten mijn wenkbrauwen erop. Mijn wenkbrauwen zijn nooit helemaal gelijk. Die is altijd ietsje dikker. Maar die teken ik dan weer dikker bij. Want meer haar dan dit zit er eigenlijk niet. Wat ik dan doe is eventjes het bakje schoonmaken en het penseeltje. Het is me gelukt, jongens. Er zit nog geen verf. Even afkloppen op mijn nagels. Oké, even kijken hoe laat het is voor mijn wenkbrauwen. Ik ga er denk ik 8 minuutjes op laten zitten. Mooie tijd. Dan ga ik even de timer zetten. 8 minuten. Zo, en dan ga ik precies hetzelfde doen wat ik net met de bruine kleur heb gedaan. Dat ga ik nu met de zwarte kleur doen. Ook weer zo'n kleine hoeveelheid. Ik moet echt eventjes nieuwe bestellen, want ze zijn echt helemaal aan het uitdrogen. Maar oké, daar heb ik dus ook weer zo'n klein dotje van gedaan. En dan ga ik er ook weer 4 druppeltjes Activé erbij doen. Zo, en wat ik dan doe. Kijk, bij je wimpers is het natuurlijk een stuk moeilijker, omdat je niet je ogen dicht kan houden en zo. Maar wat ik doe is, ik borstel ze eventjes door. En dan ga ik gewoon, ja, gewoon maar zo die wimper zo een beetje ermee kleuren. Ja, het is heel lastig uit te leggen, maar ik ga het gewoon doen. En als het erop zit, zo meteen zal ik het wel eventjes laten zien. Maar ik ga zeg maar in principe eigenlijk gewoon met het korstje over mijn wimpers heen, zodat die verf aan mijn wimpers blijft plakken. Kijk, nu zit het dus op mijn wimpers. En wat je dan ook nog kan doen, als je dat fijner vindt, is om nog eventjes met dit borsteltje er langs te gaan. Zo, zodat het echt overal goed zit. En stel dat je nou echt heel erg bang bent dat je bijvoorbeeld met die verf je oogleden raadt, kan je natuurlijk van tevoren over die protecting cream op je oogleden doen. Maar ja, ik doe dat eigenlijk nooit. Nu zit het erop en dit laat ik echt altijd wel, ja, best wel lang zitten gewoon. Totdat ik er geen zin meer in heb. Want je moet wel echt oppassen met het knipperen van je wimpers natuurlijk en zo. Maar goed, ik ga nu ook eventjes de andere kant doen. Zo, en dit zit er ook op. Volgens mij kan ik mijn wenkbrauwen, ja, nog 2 minuten, dan kan ik dat eraf halen. De hars is ook aardig goed aan het smelten, dus dat loopt allemaal lekker op schema. Oeh, zo. Dat was echt perfect getimed. Ik ga mijn wenkbrauwen eraf halen nu. En dat doe ik vaak gewoon eerst met alleen een watje en dan doe ik daarna altijd met een beetje water of met remover of zo. Oh, daar zit een beetje wimperverf hier. Tada! En dat is de eerste wenkbrauw. I really like it. Ja, top. Oké, okay, de volgende eraf halen. Die zat er natuurlijk wel ietsjes minder lang op, hè? Oké, ik laat hem heel eventjes nog zitten dan. Oké, okay, ik ga het weer gewoon afhalen. Doei! Zo. Dan pak ik eventjes mijn... Oké, mijn camera zat vol, dus ik heb eventjes wat dingen verwijderd. Maar dit zijn nu mijn wenkbrauwen. En ik ben er heel erg blij mee. Ik ga ze natuurlijk zo meteen nog eventjes harsen. Dus dan worden ze nog eventjes wat mooier. En zo qua vorm. But I really, really like it. Oké, ik ga nu dit eventjes allemaal opruimen. Ja, ga ik eventjes de harsen klaarmaken. Oké, ik ga nu mijn gezicht harsen. Klinkt heftiger dan het is. Ik ga alleen eventjes mijn bovenlip doen. En mijn wenkbrauwen. Wimperverf zit er trouwens nog wel op. Die laat ik denk ik wel eventjes gewoon zitten. Maar de hars is nu klaar voor gebruik. Kijk, hij is nu best wel stroperig. Maar ik vind dat jij zo heel erg fijn werken. Dat hij niet te... Ja, gewoon niet te is. Gewoon niet, hè? Oké, we gaan beginnen met hier tussen, denk ik. Ik ga het gewoon doen en ik laat jullie gewoon lekker meekijken, joh. Ik hoef trouwens niet dat ik mezelf ten van gisteren meehars. Zou heel dom zijn, maar mij kennende gaat dat wel gebeuren. Maar goed, hè. Maak het uit. Soms vraag ik mezelf echt af waarom ik mezelf zo op YouTube zet. Maar goed, ik kan ook niet lachen. Oké,
Oh, verdomd. Mijn camera is bijna leeg. Oké, die moet ik zo meteen eventjes gaan opladen. Oké, ik heb mijn wimpers er nu ook afgehaald. Of de verf van mijn wimpers. En ik heb mijn wenkbrauw nog een beetje geëpileerd. En er zijn wat pakketjes binnengekomen. Dus die ga ik aan jullie laten zien. Waar ga ik jullie neerzetten? Mijn camera is bijna leeg. Dus ik laat het even snel zien. Maar ik had dus bij de Zara echt een ziek leuk pak besteld. Alleen nu is alleen de top binnen. En als het goed is, komt de broek. Althans, ik kreeg vandaag een mailtje dat die verzonden was. Dus die zal ook wel ergens deze dagen binnenkomen. Zoe heeft hem ook, maar Zoe heeft hem in een ander kleurtje. Ik heb hem namelijk in een turquoise besteld, want ik hou van turquoise. Maar het is dus dit topje. Echt heel erg leuk. Hier zit dus een bijpassende broek bij. En die heb ik dus ook besteld. En die komt hopelijk ergens deze dagen binnen. Want als ik een foto ga maken met Rosa, kan ik dit aan. En topje heb ik in een S besteld, want dat was de kleinste maat die ze hadden. Dus ik hoop dat die past. Dan een ander pakketje. Volgens mij is dit een pakketje van Bij Mas. Dat is een winkeltje, een heel leuk winkeltje in de Lier. Zo'n klein boutiqueje. Ze hebben er heel veel verschillende leuke merkjes. Echt merkjes waar ik echt van hou. Dit was eerst een super lief kaartje. En heeft weer veel plezier van je items. Dikke kus van Vera en hopelijk tot snel in de winkel. Het is super leuk ingepakt. Ik heb dit dus van hun ontvangen. Echt heel erg blij mee. Oké, de batterij zit echt als een paar seconden weer in de oplader. Maar ik ben gewoon zo excited dat ik het wil laten zien. En ik wil het wel op de camera. Oh, jezus, mijn haar. Dat zit ook niet. Maar ik wil het wel op de camera openmaken. Maar van de Xenos heb ik het pakketje wel vast opengemaakt. Dat ik dacht, ja, dat is toch niet heel boeiend. Wel even die harspot weghalen. Maar dat is dus dit pampasriet of zo. Maar ik weet niet zo goed waar ik het moet neerzetten. Want ja, ik heb sowieso nog geen goede vaas. Dit is gewoon de karaf van beneden die we toevallig nog hadden. Dus het licht wat heel erdoor zit. Maar ik vind het hier op zich wel grappig staan, maar ook weer niet. Maar als ik het op de grond zet, er valt zoveel van die pluisdingen af. Ik moest net weer mijn kamer stofzuigen, omdat er zoveel van afgevallen was. En ik vind de kleur ook niet heel mooi. Ik had verwacht dat ze iets meer, ja, gewoon crème zou zijn. Maar ze zijn best wel bruin. Maar goed, ik ga het pakketje laten zien, want ik kan niet wachten. Even kijken. Van één pakketje weet ik dus al wat het is. En ik denk dat dat deze is. Want die voelt wat groter aan. Beetje overbelicht. Dus die ga ik als eerst openmaken. Echt super schattig inpakpapier. Kijk nou, leuk. Oké. Oh, echt love it. Echt als de mensen die me al wat langer volgen, die weten dat ik echt heel erg van tie-dye hou. En dat blauw mijn lievelingskleur is. Dus dit is toch echt het perfecte hoekje. Kijk nou even hoe leuk deze is. Zo'n rits in het midden. Echt heel nice. Zo jammer dat dit jaar de festivals niet doorgaan. Maar sowieso hebben we wel voor een festival volgend jaar. Maar het is dus een tie-dye rokje in het blauw. En ze hebben hem ook nog in het roze toevallig, weet ik. Maar blauw is echt mijn lievelingskleur. Dus vandaar de blauwe. En deze heb ik in een maatje S gekozen. Ik denk dat dat wel moet passen. En je kan ze natuurlijk altijd eventjes een DM sturen om te vragen welke maat jij nodig hebt. Maar echt heel erg blij mee. En dan het cadeautje waarvan ik niet weet wat het is. En die is ook echt super schattig ingepakt. Kijk nou. Met zo'n leuk V-halsje. I like it. Oh, dat staat denk ik best wel leuk hiermee. Dat maakt het weer wat schattiger of zo. Dan heb je schattig en dan wat stoerder. En dan een leuk Dr. Martens eronder of zo. Heel erg leuk. Echt heel erg blij mee. Dit heb ik dus van Bij Mas gekregen. Winkeltje in de Lier. Heel erg leuk. Ik zal een Instagram eventjes in de beschrijving zetten. En ik ga dit gelijk eventjes passen. Want ik ben heel erg benieuwd hoe dit staat. Kijk even hoe leuk dit rokje is. Ik vind dit echt geweldig. Een maatje S zit trouwens echt perfect. Ik heb normaal van broekmaat altijd een 36. Dus dan weet je een beetje hoe wat. Van achter is hij ook gewoon prima. Niet te kort, niet te lang. Daar hou ik namelijk niet zo van. Nee, echt heel erg leuk. Ook met het shirtje zo erop. Dan een leerjasje en je Dr. Martens. Oh, heel leuk. Oké, ik ga ook even een topje erbij passen. Dit is het topje. Ik zou het topje denk ik eerst stylen op een grote mom jeans of zo. Zodat het wat stoerder wordt. En deze en dit rokje zou ik dan stylen met wat ik bijvoorbeeld net had. Zo'n groot zwart t-shirt. Maar wel echt heel schattig. Ik vind zo'n V-hals echt heel mooi. Mijn ogen prikken echt zo erg van die wimperverf. Ik had echt een uur erop laten zitten of zo. Dus ik denk dat het iets te lang was. Maar ik ga even sporten in mijn kamer. Want het is nu 4 uur. Het regent bizar hard buiten. Ik heb geen idee wat ik anders moet doen.
Dus ik ga maar eventjes in mijn kamer sporten. Niet heel erg heftig of bizar. Ik ga gewoon wat dingen voor mijn billen doen en voor mijn buik. En gewoon even lekker op een matje. Gewoon even chill. Dus ja, en ondertussen ga ik mijn camera aan de opladen. Want die is natuurlijk nog steeds leeg. Oké, ik ga nog eventjes verder sporten. Want toen ik eigenlijk wilde sporten, het is trouwens echt al veel later. Toen ik wilde sporten, toen vroeg mijn broertje of ik hem naar zijn werk kon brengen. Want ja, er was iets met zijn fiets of zo. Dus ik heb hem met scooter naar zijn werk gebracht. En daarna ging mijn avond eten en zo. Dus Milan die heeft net gesport hier in de kamer. Die is nu douchen. Dus nu ga ik lekker sporten. En normaal doe ik het altijd zeg maar helemaal zelf bedenken. Maar ik denk dat ik nu eventjes zo'n app of zo ga downloaden. Omdat ik gewoon ja, even goed bezig wil zijn. Dus ja. Ik ga het niet filmen. Want ik vind mezelf altijd een beetje verschutsen als ik aan het sporten ben. Dus jullie zien mij zo weer. Ik heb gesport en gedoucht. Ik heb mijn haar alleen niet gewassen. Want dat had ik gisteren natuurlijk al gedaan. Ik heb eventjes lip of dagcreme opgedaan. Ik ga even lipgloss opdoen. Mijn week of mijn weekvlog. Mijn dagelijkse vlog voor morgen is nu aan het opslaan. En ik ga ondertussen eventjes lekker filmpjes kijken. Want daar heb ik zin in. Dus een spray in mijn haar doen. Deze van Gijou. Ja, stelswerp. Deze. Dit is eigenlijk een texture spray, maar ruikt wel lekker. En omdat ik natuurlijk gesport heb, vind ik dat wel eventjes lekker om in mijn haar te doen. Het is 11:30. En wij gaan lekker slapen. Dus slaap lekker tot morgen.